Het is de enige optie dat Ronaldo water bij de wijn doet en zegt: uh, nou, Ik neem genoegen met minder. Ja, we dachten: het WK begint, dus we kunnen het clubvoetbal wel even links laten liggen. Nou, niets is minder waar, want gisteren domineerde één ding het nieuws, of eigenlijk twee: het nieuws rondom Owen met Iatara, maar natuurlijk ook het nieuws rondom Cristiano Ronaldo, die ontslagen is bij Manchester United. Uh, Daan en Tom van Voetbalnieuws.nl. Wij maken normaal gesproken iedere week een podcast over Manchester United. We dachten: tijdens het WK laten we het heel even links liggen. En nu komt het nieuws naar buiten. Waarschijnlijk, hè, heb ik in de wandelgang gehoord... omdat zij dachten, nou, er is nu geen podcast... dus we kunnen het nu geruisloos brengen. Precies, ten die had het even opgevangen dat er een podcast was in Nederland. Die, ja. uh, die dacht, uh, nu kan het. Inderdaad, wie die podcast niet kent, dat is The King of Manchester. Iedere maandag op Spotify, op uh, Apple uh, Podcasts, overal te, uh, te beluisteren. Wat is nu het laatste nieuws? Want Ronaldo zit met zijn hoofd op dat WK. Um, ja, het is toch een beetje een... Trap na of zo van Manchester om dat juist nu te brengen, want er is helemaal niemand, zoals ik net al zei, met clubvoetbal bezig. Ja, ja nee, tijdens, tijdens het, uh, het seizoen heeft natuurlijk even Ronaldo vaak genoeg voor onrust gezorgd, dus het lijkt een beetje alsof United nu denkt: van uh, laten we bij die Portugese ploeg ook maar even voor uh, wat onrust zorgen. Ja, zeker na nou, vorig jaar, want toen was hij nog best wel goed, toen scoorde hij even kijken 24 keer, drie assists en dit jaar ja, liet hij het eigenlijk helemaal niet meer zien, Wat hij drie goaltjes waarvan twee in de Europa League en één in de Premier League. Dus ja, zijn, uh, zijn ster die is uh, snel gedaald. Ik zie dat jij sowieso allemaal... Ja, ik heb wel wat dingetjes opgeschreven. opgeschreven. Van Ronaldo die stond bijvoorbeeld voor 6 ton per week in de boeken. Dus dat was een gigantische kostenpost. Maar daarentegen stond wel een shirt-inkomstenbron van 217 miljoen... in zijn eerste tien dagen toen hij terugkwam. Dus dat geeft ook wel aan hoe groot die Ronaldo was. En hoe klein die eigenlijk nu is geworden. Hè? Wij hebben ook een shirtje gekocht hè, toen. Ja, van Portugal, van Portugal wel. Portugal inderdaad. Nee, Met, dit shirt, uh, deze kan weg sowieso, maar maakt niet uit. Ja. Maar ga door. <laughs> Ja, maar hij liet het dus wel eerst zien. Hè? Hij was ook gewoon de meester Premier League of the Month uh, awards heeft hij als Manchester United-speler. Hij was uh, topscorer vorig jaar, doelpunt van het jaar gemaakt. Ja, en toch wel opmerkelijk dat het dan onder Ten Hag zo bergafwaarts gaat. Ik maar dan even... is dus die... Ja, sorry. Ik moest even denken ook aan Messi en Koeman, want Messi ging natuurlijk ook weg bij... Parsa onder een Nederlander. Dus kunnen die Nederlanders dan misschien niet met sterren omgaan? Ja, dat, dat, lijkt, dat lijkt er toch nergens op. Tenach heeft de volledige steun vanuit Engeland. Dat kwam gelijk al na dat interview. werd al duidelijk dat eigenlijk bijna iedereen achter Tenach stond. Er kwamen ook wat geluiden dat er binnen de selectie. Dat, dat die allemaal dachten: Joh, Ronaldo, Cristiano, ga lekker weg. We hebben dat filmpje gehad met Bruno Fernandes. Nou, dat viel natuurlijk allemaal wel mee wat daar ja. gebeurde. Maar je merkt wel dat. De mensen eerder tegen Ronaldo zijn als voor Ronaldo. Maar het is wel opmerkelijk inderdaad dat het zo snel is omgeslagen na toch een prima seizoen vorig jaar. Ja, absoluut. En die terugkeer was natuurlijk ook een beetje gek. En jij zegt van clubliefde, maar hij flirtte natuurlijk heel erg met City. En City die zei juist van, uh, ja, wij willen je eigenlijk helemaal niet. <laughs> en toen is hij dus naar United gegaan. Dat heeft hij proberen te framen in dat interview met Piers Morgan, dat hij uit clubliefde voor United had gekozen. Terwijl City dan weer, althans, hebben het niet bevestigd, maar diverse gerenommeerde journalisten in de Verenigde of uh, in uh, Groot-Brittannië, die hebben aangegeven. Ja, City wilde Ronaldo niet. Nee, en uh, nu misschien wel duidelijk uh, waarom. Maar is er een club die uh, Ronaldo wel nog wil? Want dat is nu natuurlijk de grote vraag. Waar gaat Ronaldo naartoe? Ja, ja nou volgens uh, Marca, het Spaanse Marca, uh, kwam eigenlijk naar buiten dat Newcastle uh, geïnteresseerd zou zijn. Ja. Uh, dat werd dan ook weer snel ontkracht door uh, de Telegraph. Alleen um, bij Newcastle zit een eigenaar. En uh, dat is Mohammed bin Salman. En die is ook eigenaar van Al-Nasser in Saudi-Arabië. Dus het zou zomaar kunnen dat hij dan misschien toch naar. Uh, de zandbak gaat. Ja, naar de zandbak gaat. Sporting zou kunnen. Sporting zou kunnen. Ja, die, maar die, hebben... kunnen, die kunnen toch zijn salaris nooit betalen? Nee, dus dat is dus de enige optie: dat Ronaldo water bij de wijn doet. Dat is echt. Uh... Nou, ik neem genoegen met minder, want die Ruben Amorim, die trainer, die heeft al gezegd we willen hem heel graag hebben, maar we kunnen hem gewoon niet betalen. Maar moet je Ronaldo erbij willen hebben? Want alles draait, het is de grote Cristiano show. Nou ja, hij kan het nu laten zien op het WK wat hij nog waard is, ja. in de ander elftal, maar ik denk dat zijn uh, hoogtijdagen wel echt vervlogen zijn. Ja? Absoluut. Maar dus is Sporting eigenlijk de enige optie? Een AC Milan of zo, dat kan niet? Ja, al die topclubs hebben toch de kans gehad eigenlijk van de zomer en niet toegeslagen. Ja. Waarschijnlijk had United toen ook niet veel geld uh, willen hebben voor hem. Nou, nu is hij gratis op te halen. Minstens salaris, of plus ja. salaris moet ik zeggen. Dus uh, ja, wie, ga, wie durft het aan? AC Milan is wel het walhalla voor de oude spitsen, natuurlijk. Nou ja, daarom. <laughs> Ibrahimovic, Giroud. Ja. En United gaat er ook uh, financieel flink op vooruit, natuurlijk. Ja. Uh, met uh, het afscheid van Ronaldo. Ik kan er nog een nieuwe bak rijden? Ja, financieel vooruit, dat gaan ze trouwens sowieso misschien. Want de club wordt misschien verkocht. Wie ja. zit dat eigenlijk? Ja, best wel bizar. Die Glazer Family wordt echt uitgekotst uh, onder de United fans. Ja. Die hebben de club te koop gezet voor 6 miljard. Ja, dat is, dat veel. is het allerhoogste vraagprijs ooit in de sportgeschiedenis, überhaupt. Mm -hmm. En wat wel heel grappig was om gisteren te zien, het United aandeel dat schommelde zo rond de 13 dollar. Totdat de Glazer aankondigde: goh. En s'avonds was dat eigenlijk nog na het uh, Ronaldo-Nicolas er buiten kwam om 6 uur. Van uh, wij gaan de club verkopen. Het is groot het aandeel naar 17 dollar op z'n top. Ja. Dus als je dat dan even vertaalt, is die club gewoon 400 miljoen dollar meer waard geworden. Ja. In een tijdstip van een paar uur. Dus de mensen die zitten er wel echt op te wachten dat er frisse wind gaat waaien. Het is wel interessant wat er dan gaat gebeuren met Den Haag natuurlijk. Ja is uiteindelijk wel binnengehaald. Dus er gaat echt een nieuwe periode aanbreken bij en de United. Daar is het misschien ook wel tijd voor. En dat is denk ik ook wel iets wat de fans zeker willen. Ja. ja. Nou, Jongens, we houden het allemaal in de gaten. Dank jullie wel. Uh, klein voorspelletje nog. Hoeveel doelpunten bij Ronaldo in de groepsfase? Twee. Uh, nul. Ja, ik denk ook nul. <laughs> of ik ga er in zitten. Ik zeg één doelpuntje. Okay. Penalty. Penalty, ja. ja precies. <laughs> Dank jullie wel.